Even de bemanning. De meeste mannen komen van de Schelling. Dit was Siep Zeeman. Deze jongen, Klaas Scheepstra. En die andere mannen die kwamen van de Schelling. Want we waren bij de Panagades geweest met twee schepen. De Schelling en wij. Zo noemde deze foto. Maar ik vond dit wel een mooie foto. Niet veel. Het scheelt wel 52 jaar. Nou, dit was toen het Sanhedrin van deze, van dit station. Elk station van de reddingmaatschappij heeft aan de wal een soort plaatselijke commissie. En die hier in Arnhem bestond die uit notaris Balmijn. Met zijn vrouw. Nu ik zeker een verkeerde knap. Ja. Notaris Balmijn. Arnhem 212. Ja. Zo pakt de helden de telefoon op. Ja. En geflankeerd door Klaas Toxopeus, zijn opvolger, Siep Zeeman, maar daarvoor, voor Klaas, Kees Toxopeus. En die komt zometeen nog meer aan de orde in verband met de insulinde. Prachtig, hè? Pet in de hand. De insulinde die heeft een redding gehad en de mannen die kwamen binnen en die kregen een oorlam van Klaas. Maar dit figuur moet je eigenlijk even goed in de gaten houden. Heel groot, opgeschroven mouwen, daar vertel ik straks nog wat over. Dit is Jannes Toxopeus. Hij is later schipper geworden, jarenlang op de Carnot ter Schelling. Klaas Scheepstra, die woonde hier. Arne Steekstra. Mees en Klaas Steekstra. Kijk, de Toxopeusman waren een vaste bemanning. Klaas Scheepstra is eerst opstapper en motordrijver geweest en later vaste man geworden. En de Scheepstra's, de Steekstra's, die waren opstapper. Nou, het was niet aan de hand van deze foto en deze redding, want ik wou ook even schetsen. Ook een hele oude foto met een grote redding van de insulinde. Nou, daar ging het dan op deze boot. Dit was een wonderboot. Hoe is dat gekomen? Mees Toxopeus, die was schipper op een bootje op Rotterdam Oog. Daar is de reddingmaatschappij in dit gebied begonnen. En dat was nog een heel klein spul allemaal destijds. En in de jaren 20, vorige eeuw zeg maar, zijn er veel zeelui en zelfs redders omgekomen. En dat zette Mees aan het denken. Zijn bootje, klein bootje, maar weinig pk's. Hij dacht, als dat mijn voorland is, dat zie ik niet zo zitten. En toen heeft hij dat op papier gezet en hij is naar Niestern in Delfzijl gegaan, de scheepsbouwer. Wat kunnen we, uit zijn ontwerp zei dan maar, wat kunnen we daaruit distilleren? En met medewerking van professor Vosnak en Niestern en Mees is uiteindelijk de insulinde tot stand gekomen, de eerste zelfrichtende reddingsboot ter wereld. En het was inderdaad een wonderboot. Mees zei tegen de Niestern en de directeur van de reddingmaatschappij: ik wil een schip als een onderzeeboot, boven water. Nou, en dat is wel gebleken, want het is namelijk zo, dat kan ik u nou even klappen, straks komt er nou een beetje een demonstratie van hoe dat werkt. Maar sinds 1926, toen de insulinde kwam, is het nog nooit gebeurd dat een reddingboot over de kop is gegaan. Toen die van de werf kwam, hebben ze dus wel gedemonstreerd met een kraan, met een bok, een drijvende bok. En dat duurt dan even, en dan spreekt hij weer recht, want het komt soms weer wat. Maar het is nog nooit gebeurd. Wel op zijn zij, de boot heeft wel eens op een zij gelegen, dan nooit ondersteboven. Nou, hier even. Dit is Siep Zeeman, maar die kunnen we niet uit opmaken. Springnet komt straks nog wel even. Maar ik wil even wijzen op de open stuurstand. Dat was het eerste ontwerp. In die tijd dat de insulinde hier kwam, 1926. Was de Imperius Moddergat ook nog een reddingsboot?
deze, de El Abima. Dat was een zuilroeireddingsboot. Nou, je begrijpt wel, er moest altijd water aan de dijk zijn natuurlijk, anders kon hij niet gelanceerd worden. Straks komt er een fotootje, deze boot die stond namelijk in een schiphuis, boothuis, en dat staat nog altijd op de oer in Mollergat. Nou, dat was eigenlijk, misschien wat voor de club hier, dat moest eigenlijk gerestaureerd worden. Want dat hok is er nou precies hetzelfde. Oké, zijn we gaan. Kijk, dit is de reddingsboot Reed op de oeren in Mollergat. Dat is het schiphuis waar de boot vroeger stond. En die moest dan met paarden hier zo door, zo hier, zo met de dijk op, met de dijk neer gelanceerd worden. Dat was een hele operatie. Dat duurde bijna een halve dag. En dan moest er ook nog water bij de dijk zijn natuurlijk, want anders kon hij nog niet varen. Nou, dat was de El Abima die u net heeft gezien. Maar even, kijk, hier is nog een modderboot, dit is een hele oude foto van de reddingbootreed. Dit waren allemaal oude vissershuisjes. Ze zijn praktisch allemaal gerestaureerd. Het is nu een heel mooi buurtje. Dit is dan die demonstratie van en uiteindelijk ook het testen van dat systeem. Hè? De zelfredzaamheid van de reddingsboot. Hier wordt die omgetrokken met een bok. Nee, ik moet toch even weer terug, ik moet dan even wat over vertellen. Kijk, hier. Aan één kant van de reddingsboot, daar zit een droge tank. Hij ligt direct op zijn kop en dan loopt die tank vol water. Aan één kant. U kunt wel begrijpen dat zo'n boot dan uit het evenwicht is als hij op de kop ligt. Dan wil ik wel even naar de volgende toe. Kijk, hier kan je het beter zien. Dit is dus die tank. Van voor naar achteren. Aan de andere kant is hij ook rond, maar dat zit gewoon in het schip gebouwd. Maar dit is een alleenstaande tank met drie van die pijpen erop, hier naar voren toe. Dus je begrijpt wel, of je nou deze kant op de kop gaat, dan gaat dat sneller. Gaat je de andere kant op de kop, dan duurt het wat langer. Maar die pijpen die moeten eerst onder water komen, wil die tank vol water lopen. Nou, dan begrijpt u wel, dan heb je aan één kant veel meer gewicht dan aan de andere kant. Volgende maar even. Kijk, op een gegeven moment, door dat onevenwichtigheid zeg maar, is de boot een beetje in onbalans. Hij doet een beetje zo, hij wijfelt een beetje, maar uiteindelijk, er zit een hele zware kiel onder, uiteindelijk krijgt hij dan een duwtje van die kiel en dan wordt hij zomaar weer recht. Dan noemen we er even één foto weer terug. Dat water, dat moet er ook weer uit. Hier zitten namelijk kleppen, we kunnen het niet heel goed zien, maar zodra de boot dus weer in deze situatie is, dan stroomt het water uit die tank door die kleppen weer naar buiten toe. He, dat kan nooit, dat zijn zulke kleppen, water tegenaan, dat gaat niet, er komt nooit geen water zo erin, maar het kan er wel uit. Als er vragen zijn, mensen, u kunt me rustig onderbreken hoor, roept u maar. Dan, Hoe lang duurt dat, voor je boordwerk? Ongeveer. De ene kant anderhalve minuut, andere zijde 2,5 minuut. Dat is nog nooit gebeurd, hè? Echt niet. Ik zal u vertellen, we hebben een keer meegemaakt dat wij wel op de zij lagen, maar dan fladdert het broekje wel, hoor. Nou, de insuline vol aan hart. Prachtige boot. Die is dus... Dat was ook het ontstaan van dit station. Wees die was vroeger op Roddermeroog. Toen is de insuline gebouwd. Toen wisten ze eigenlijk niet waar ze naartoe moest. Het zijn Schiermonnikoog. Op Roddermeroog konden ze hem niet hebben. Vanwege de geulen en de diepgang. De kwestie was of Schiermonnikoog of Oostmahorn. Het is Oostmahorn geworden. Ook de verbinding naar de vaste wal toe en bemanning. 1926, 27 is die hier gekomen. De vraag van meneer hier, hoe dat dan ging, als wij dat meemaakten, hè? Als de boot... dat kan ik nog wel even vertellen. Mees heeft dus met de insuline meegemaakt dat ze met die bok, dat ze omtrokken. Toen zegt hij, we hebben een heel benauwd moment gehad, in eerste instantie niet. Maar hij zei, toen de boot op de kop lag, was het een hele rare ervaring, want toen hingen de motoren aan het plafond. Nou, ik geloof dat het een raar gevoel is geweest.
Mees. Mees heeft nog jaren op Schiermonnikoog gewoond. In Willemshof. Sorry? Reeweg. Eerst in de Barmleef op Reeweg en later in Willemsoord, Willemshof. En hier was hij in zijn bejaardenhuisje Willemshof. Kwamen geregeld bij hem. Wel, vandaar de dag noemen ze dit Captain's Dinner, maar bij ons was het gewoon graag werken. De laatste werf van de insulinde, die mocht ik ook nog meemaken, dat was in februari 1965, hier vandaan dus. Een Noorse coaster boven Schiermonnikoog richting Borkum. Zware slag, zei de mensen moesten eraf. Wij hebben de laatste twee mensen eraf gehaald, de kapitein en de machinist. Toen is die gezonken waar we bij waren, s'morgens om 6 uur. En wat gebeurde er? Schip onder water, wij gewoon naar huis. Een paar dagen later is de sloep, het is een aluminium sloep, van dat schip is aangespoeld op Schiermonnikoog. Ja, dat was dan wel heel verbaasd. Wie kocht hem? De burgemeester was de strandvonder en dat heeft een poosje geduurd. Niemand heeft zich gemeld. De burgemeester verkocht die sloep aan meestaksopeers. Dat zijn wel van die bepaalde lijnen. Ja, dat is dan mooi. En dan heeft hij met een plaatselijke timmerman, hebben ze dit kajuit erop gebouwd. En Mees heeft er nog verschillende jaren mee hier op het pad gevaren. Dit is een foto van Lauwers ook, ziet u wel. Ook al met de gebroeders Rude. Hij had een vrij plaatsje mooi aan de binnenkant van de steier. Nou, dit heeft mij ook altijd veel gedaan. Toen Mees doodging, toen heeft hij gevraagd, toen hij leefde natuurlijk, van zijn laatste wens was, ik wil met een reddingsboot overgevaren worden naar een vaste man. Hier ligt hij in zijn kist aan dek met, overdekt met de vlag van de reddingsmaatschappij. En hij is begraven in Delfzijl. Hier ziet hij ook heel mooi het springnet, dat komt straks ook alleen naar voren toe. We springen dan weer even terug naar de insulinde. Dit was onze koopmogelijkheid aan boord. Stelde niet zoveel voor, wel een waterkraan. We hadden dus een tank boven op dek. Nou, er kwam geen compressor op aan iedere voorraad pas, maar dat was gewoon een waterstraal. Maar wilde je warm water koken, dat was niet zo eenvoudig. Want kijk, dit is een petroleumvergasser. Dan moest je, ik kan het niet goed zien, dan moest je hier spiritus in doen. En als dat spiritus opgebrand was, dan was dat allemaal warm. Dan moest je lucht pompen, druk pompen. En dan draaide dit open en dan had je mooie blauwe vlam. En ik begrijp wel, als het droog weer was, dat lukte dan niet. De insulinde ligt nu in het museum in Den Helder. Koortje. Niet groot, maar dat hoeft ook niet, want dit was mooi verpas, maar dat slecht weer, want dan gingen we meestal toch niet in de kooi. Maar als we stand-by moesten zijn, dat gebeurde dan nog wel eens, dan kon je hier nog even rusten. En vanwege die afmetingen kon je met die kop en met de benen tegen het schot, dan lag je mooi zee vast. Nou, doodsgewone reddingsboei. U neemt het even op en dan komt het volgende verhaaltje aan. Kijk, maar we hadden ook de andere reddingsboeien. Misschien kent u dat wel. We hebben ook reddingsboeien in de vorm van een hoewijzer. Dat ding dat geeft de geest van mij. Kijk. Kent u zo'n boei? Hoefijzervormige reddingsboei. Dit was het embleem van de reddingmaatschappij wat wij vroeger op de pet hadden. Kroontje, koninklijk Noord-Zuid-Hollandse reddingsmaatschappij. Mooie lauwerkransjes. Dat blauwe, dat moet de zee voorstellen. En dat oranje, dat is het springnet. Vandaar de dag is het KNRM. Want we hadden vroeger twee reddingmaatschappijen, een Noord en een Zuid. Maar ze zijn dus in de 80e jaren gefuseerd. Maar hier zit een verhaaltje achter. Klaas Stokse Peters, die deed hetzelfde als wat ik nou eigenlijk doe. Die maakt een beetje reclame voor de reddingmaatschappij.
En toen moest hij een keer, hij heeft het mij persoonlijk verteld, toen moest hij een keer naar Groningen voor een lezing. En Klaas ging in een mooi kloffie, mooie jekken, mooi witte sjaal op, pet op. Op zijn Solex naar Buitenpost. En daar stapte hij op de trein naar Groningen voor een lezing. En Klaas die deed het niet met de foto, maar die meneer die had de gave om prachtig mooi te vertellen. Die stond zo voor het volk, grote handen, grote kerel, mooi verhaal. Die presenteerde zich zo. En toen kwam hij in de trein van Buitenpost naar Groningen en hij zei: ach Wim, zat ook al een kereltje in de trein met een pet op. Ik denk dat het een boertje was, zei hij. Maar die man die kijkt me maar aan, dan praat ik even in het grunnen, zo. Hij zei: dat mannetje, dat mannetje kijkt me niet meer aan, maar hij zei niks. Dus ik zei ook niks. En zo bommelde dat treintje wat verder en toen waren ze wat naar Groningen toe. Hij zei, toen zei die man in één keer, maar ik wil wat vregen, in het Fries. Ja, wat wist mij het mee, joh? Hij zei, van welke histervakvereniging ben je, joh? Van welke paardenvakvereniging ben je? Ja, dan gaan we een paar jaar terug hebben dat beleefd dat de gebroeders Rudy hier was en de Insulinde. Je ziet wel, dit was het Lauwersmeer al, op de achtergrond het Lauwersoog. En je ziet ook de verschillen van de boot. Zoals zei ik dus, de Insulinde heeft een open stuurstand. En wij kregen al een mooi gesloten stuurhuis. Dat was eigenlijk al heel vooruitgang. Maar achteraf bleek toch dat je met heel slecht weer en zware buien en regen, dan zat je in het hokje en dan had je soms toch wel behoefte om meer contact met het weer, met je omgeving te hebben. En dat hebben praktisch alle schippers ervaren. Toen hebben ze er nog een stuk uitgezaagd en een open stuurstand bijgemaakt, zodat je daar ook nog kon manoeuvreren. Mooie reddingsmannen. Janne Stokse Peers. Toen was hij als schipper op Terschelling. Nou, je ziet wel verschil moeten blijven. He, mooi pet, mooi wit dakje. Gouden randje. Maar ook weer dat embleem, ziet u wel? Dit is Klaas Scheepstra. Destijds onze machinist. En Janne was schipper op Terschelling. Klaas hier in Oostmaarum. Ja, wind zijn nul. Nou, dat zegt hij waarschijnlijk niks. Maar dat betekent, die zwarte bal daar, dat is wind zijn nul. En dat is voor de visserlui die hier langskwamen, dus de scheepvaart. Want deze paal, die stond hier op de dijk, hier iets verderop. Is helaas weggehaald na de afsluiting van de Lauwerszee. Maar in de jaren 50, 60... was de communicatie nog niet zoals nu. Dus dit was een visueel sein. Maar die visserlui, nou, ze hadden misschien wel een radiootje aan boord, maar daar hadden ze geen tijd voor om naar te luisteren. Dus ze werden nog gewaarschuwd als ze hier langs voeren, uit Dokkum en Nieuwezeilen vandaan, of uit Zoutkamp vandaan. En als het sein in de paling, jongens, wat had de wind verwacht? Windkracht 7, dat is wind sein 0. En het was tevens hier een sectorlicht. S'nachts licht, geen vuurtoren, maar een klein lichtje. Zelfde paal, maar nu met een ander sein, en dit betekent storm uit het noordwesten. Als hij met een punt naar beneden was, storm uit het zuidwesten. Dan had je ook nog twee kegels onder elkaar, noordoost, zuidoost. We zijn nu even op Oostmahorn hier. Dit was de oude lichtwachter, Klaas Bandstra. Die heeft jarenlang, zometeen komt de foto's, heeft jarenlang dat sein bediend. De laatste jaren was dat Klaas Scheepstra, familie Scheepstra, die deed dat. Maar daarvoor, deze meneer was echt in dienst van de wind- en stormwaarschuwingsdienst, Klaas Bandstra. Volgende foto maar even. Kijk. Dit was de voorganger, die heeft hier ook op de dijk gestaan. En moest
Banstra die moest altijd hier naar boven toe om het licht op te steken, want dit was namelijk nog een petroleumlicht. Nou, ook weer zo'n dikke bal. In het hokje lagen de attributen en dit was min of meer een soort leugenbank hier. Kon je mooi verschut, kon je hier op de dijk staan. Gaat er eigenlijk wel mijn karabietje? Dat weet ik niet. Misschien wel. Hij schoot de oude heer Avond mee. Hier was dat. Ja. En ik heb gehoord, ze zijn bezig om weer zo'n paal hier neer te zetten. Dat is toch een mooi sein eigenlijk op de dijk. Daar moeten nog sponsors voor komen. Dit is Banstra ook met zijn vriendin, Betje. Zij was huishoudster bij hem. Klaar was ook wel eens boos en dan moest zij het ontgelden. Wist hij wanneer er slecht weer werd, dat er communicatie zijn? Ja, hij was een van de weinigen die hier een telefoon had. Hij kreeg bericht. De man hier van de reddingsboot had ook telefoon. En hij ook. Nee, nee. Slecht weer op zee. En uiteraard in de Lauwe Zee. Hoogwater. Noordwestenstorm, nou dan heb je uiteraard al automatisch verhoging van water en je ziet wel dat je straks nou gaat wandelen hier, die stijgen, dat is nou precies hetzelfde, alleen nou kun je met droge eroverheen lopen, maar hierbij konden dus al niet met droge voeten meer op de boot komen. Alles ging er door de lucht, stroom. Kijk, daar lag de reddingsboot. En dan lag hier een bootje op de zeedijk. Mochten we naar boord moeten, dan konden we met het sloepje konden we naar boord. Nou, ik denk dat hier wel een meter of twee verhoging is van de waterstand. De grootste redding van station Oostmoorhorn. Het jaartal is kwijt, het was iets van 1967, 68 denk ik zo. 48 man en een hond. Twee schepen in aanvaring met dichte mist boven Schiermonnikoog en wij mochten ze allemaal van het schip pakken. En ze zijn behouden aan wal gekomen. Er waren Cubanen en Zweden. En die zijn hier, allemaal hier, hebben die, zoals wij hier nou zitten, die zaten en die lagen hier, die zijn